Vaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ik heb een hele goede vriend, Erik. Ja, meneer Erik. Erik, waar ben jij nu? Ik zit hier in San Francisco, Californië. Je woont daar? Dat klopt. Ja, dat klopt. Wat doe je? Wel in Californië, zo'n 20 jaar. Wat doe je daar als Surinamer diaspora? Als Surinamer, ik werk voor de stad van San Francisco. Ik heb namelijk economie en finance gedaan hier in Amerika. En na verloop van tijd ben ik vertrokken uit New York. Wel, uit de New York area, meer Pennsylvania. Maar dat kwam door toen ik bij Dun & Bradstreet zat, hadden we misschien iets dat mensen in finance bekend mee zijn, de WorldCom scandal. En het bedrag dat was embezzeld was $6.2 billion door Bernie Ebers. En ik had 25 years to life. Nee, maar het is een hobby hoor. Ik stap over zo'n beetje naar het Engels, omdat ik wel Nederlands praat, maar ik ga automatisch in Engels. Nou, maar niet dat ik geen Surinaams kan praten of Nederlands. Ik vind het fijn dat je nog Nederlands kan praten. Ja, maar het is goed toch, omdat het meer is to your advantage to speak more languages. Dus de was er maar in Amerika dan op Amerika. No, het in Europa zo. Dus je tante accentantongo? Met tante accentantongo, met tante Engels, met tante Spanjol, dat is een really matter to me. Habla Spanjol? Sí, señor. Okay. Nació en Suriname, vivió en Nueva York y varias ciudades en Estados Unidos. Hey, mama, luister. En de stad waar jij woont, San Francisco, hè? San Francisco heet die. Silicon Valley, basically. Ik ben eens een keer geweest, dat is toch de stad met die beruchte, die bekende brug? Ja, die. Ik ben de Golden Gate Bridge. Golden Bridge. Ik woonde aan de overkant van de Golden Gate Bridge in Marin County. I remember. Wonen Surinamers daar? Is er een Surinaamse community? Er is een Surinaamse community, maar die Surinaamse community is een erg capabele community. Because in San Francisco, basically, is een van de duurste steden op het planeet. So, je moet wel een inkomen hebben om hier te kunnen wonen, om een bestaand leven te kunnen leiden. En die jongens zijn wel goed hoor. Terug meneer Erik. Dus niet iedereen kan, niet iedereen kan in San Francisco wonen. Dat klopt. Je moet geld verdienen, genoeg? Is het duur? Je moet genoeg geld verdienen. Je kan het bijvoorbeeld zien aan een probleem dat we hier hebben. Het probleem van homelessness. Mensen zonder huizen. Dat klopt. En wanneer je zegt mensen zonder huizen, er zijn verschillende categorieën van mensen zonder huizen. Het depends on your income. Er zijn misschien mensen die in die IT-industrie zitten en toch homeless zijn. Is vraag en aanbod. Er zijn niet genoeg huizen en... go ahead. Oké, wat is homeless? Is dakloos? Gewoon dat je een baan hebt en dat je toch op straat woont? Wel, er zijn verschillende categorieën. Er zijn mensen met een mentaal probleem. Die lost their ways. Ze kunnen geen werk vinden. Ze zijn niet genoeg geschoold. Kunnen niet naar het werk. Maar is gewoon de toelaatbaarheid. Zijn de regels van de stad of San Francisco dat veel homeless mensen aantrekt. Want de city offers sociale voorzieningen die toereikend en toekomend zijn aan die mensen. Dus die blijven maar hangen. Maar op dezelfde tijd heb je hier wat mensen die heel erg rijk zijn in dezelfde stad. Maar er is ook wat anders. Around the homelessness, the city built, I call it an industry. Die ervoor zorgt dat die mensen hotel krijgen, voeding krijgen, dat soort zaken. Around those people, there are also people that are making money. Legit. And working for the city. Begrijp je? Want die problemen moeten aangepakt worden. Het is gewoon zo dat die regels veel meer beter zijn dan omringende steden, waardoor heel veel mensen trekken, ook toe trekken naar San Francisco. Want San Francisco... I don't understand that part.
and I can put that part together. Or you can, can you be homeless and make money at the same time? No, listen. Er is een andere iets dat je gemist hebt dat ik zei. Uh-huh. Er is namelijk niet genoeg aan, hoe noem je dat, goedkope huizen. Of huizen die makkelijk te bewonen zijn en geen dure prijs hebben qua huur. Mm-hmm. Dus het is niet zo, zo much verdienen. Mm-hmm. Oké, je kan wel geld verdienen, maar als er geen huizen zijn, dan heb je een probleem toch? Want dan de rent, nu heb ik gemerkt dat de rent iets wat lager is, omdat tijdens de corona, de pandemic, mm-hmm. heel wat mensen uit die steden vertrokken zijn. Dus die huizen zijn nu de available, mm-hmm. maar niet genoeg. Oké. Okay. Woningtekort, ja. Overal heb je dat, ook in Nederland. Om in San Francisco te wonen en dan zeg nou een normaal leven te kunnen leiden, hoeveel moet je in de maand verdienen? Gemiddeld. Oh, dat is een heel interessante vraag. Nee, dat is een normale vraag. Cost of living. Mm-hmm. Ik las een artikel waar men mee zei. Maar dat is even wat anders, maar toch heeft het met hetzelfde te maken. Want als je jezelf rijk kan noemen in een stad als San Francisco, mm-hmm. moet je tenminste, om te zeggen ik ben rijk, mm-hmm. moet je tenminste 150.000 verdienen of meer. Per jaar? Per jaar. Oké. Okay. Dat is iets van, is veel geld, is iets van 10.000 per maand. Rond de 10.000, ja toch? Ja. Okay. Ja. Oké, okay. Dat is veel. Om het gangbaar te maken, mm-hmm. je kan leven, normaal leven. En dan kan je normaal leven. Dat is heel veel geld. Zelfs de president van Suriname verdient niet zoveel geld. Ja, maar je kunt Suriname niet vergelijken met San Francisco. Nee, ik wil niet vergelijken. Maar Rotterdam is ook geen, lolo-foto. Maar met 2000 red je het wel hier in Rotterdam, denk ik. Nee, maar je moet... En dan 2000, dan wordt het dan modaal 40.000 per jaar. 40, 50.000. Nee, maar ik wil er even wat bijvoegen, hè. Mm-hmm. Ik wil er even wat bijvoegen. Je moet er rekening houden dat de staat waarin San Francisco is, mm-hmm. Californië, mm-hmm. de vijfde grootste economie is in de wereld. Oké. Okay. Daar heb ik hier wat andere landen achtergelaten. Ik heb landen achtergelaten. Ja, je praat... Ik zeg de vijfde... Het is niet eens... Het is groter dan heel veel landen. Zoals je het zegt, toch? Thank you. En het is een state. Het is een staat. Exactly. Then we'll take it from there. All right, we take it from there. Hey, volg jij Suriname? Je bent Suriname, hè? Je woont al jaren in de US. Maar volg jij Surinaamse politiek, diaspora, Nederland, Suriname, politiek, radio, media... Ik denk, de laatste tijd heb ik zo niet zoveel meer gevolgd. Ik heb vandaag nog, omdat ik er belang, zo'n beetje een belang bij had, heb ik de Haan gevolgd. Paul de Haan met een interview met Hugo Essert en Van der Sand. Mm-hmm. Waar hij sprak over SLM en zo. Mm-hmm. Maar hij sprak mooi over over zijn oplossingsmodel voor het bedrijf. Oké. Okay. Ja, hij heeft niet gehamerd op daden die in het verleden gepleegd zijn, waardoor de company, de SLM, slecht vaarwater is geraakt. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus... Daar had hij het niet over. Hij had het over zijn oplossingen, zijn oplossingsmodel, mm-hmm. Okay. De zaken die gedaan kunnen worden. Als econoom, hoe kijk je naar zijn oplossingsmodellen? Wel, er is een oplossingsmodel die hij handhaaft, namelijk dat hij oorspraken over zo, je zou het bedrijf failliet kunnen verklaren, maar hij kijkt naar oplossingen zodat Suriname, denk ik hoor, in mijn interpretatie wat hij zei, is dat Suriname on the long run met andere vliegtuigmaatschappijen in het Caribbean een soort van samen zouden kunnen werken op dat vlak en dan zouden kunnen vliegen in het Caribisch gebied, short flights. En ik denk dat hij voor de Mid-Atlantische route... Mid-Atlantische is Paramaribo-Amsterdam, hè? Voor de duidelijkheid. Paramaribo-Amsterdam. Schiphol. Dat ze in augustus, denk ik toe, tegen eind augustus, een vliegtuig
zullen hebben klaarstaan dat, kan, dat die route kan doen. En voor het Caribisch gebied, houdt me ten goede, hebben ze een vliegtuig geleased uit Finland, die op weg is naar Suriname via Alabama. Okay. In de United States. Jij bent geen meneer De Haan, dus ik ga je de vragen niet stellen. Ik zal... No, helemaal niet. nee, helemaal niet. Nee, dan ga ik terug, want ik heb zoveel vragen. Maar binnenkort heb ik hier een interview met meneer De Haan. Ik hoop dat hij woord houdt en dat hij nog meewerkt aan het interview, want dat hebben we afgesproken. Ik ga terug naar jou, San Francisco, in de staat California, hè? Daar zitten jullie. Yeah. Mijn vraag was, is er een Surinaamse community? En wat zei je toen? Er is een Surinaamse community van jongens die in de bankwezen zitten, jongens die in Silicon Valley zitten, een paar engineers, maar niet de grote. Maar er zijn wel een paar jongens die hier zitten, die ik ken. Er zullen wel anderen zijn. Ja, en we hebben dan zo'n brasadie tegen, we hadden het niet, daar komen we bijeen in Livermore in Pleasanton. Okay. Ik heb heel goede vrienden daar zitten die met mij samen op de universiteit heeft gezeten en zo'n beetje de leiding heeft van, we noemen het Brasa familie. Dat is 7 augustus. Oké, daar bel ik eigenlijk voor. Eigenlijk wil ik naartoe komen, naar die Brasa die met de Surinamers daar in Californië, om te kijken wat zij voor Surinamers zouden kunnen betekenen, diaspora. En wat voor type mensen gaat het? Wat zijn die mensen, de Surinamers die daar wonen bij jou in de stad? In de dure San Francisco. Wat bedoel je daarmee? Qua beroep? Qua beroep, dat soort dingen. Ja. Wat doen ze allemaal? Er zijn mensen die werken mee aan... jongens die zitten met hoe noem je dat? IT. IT. Dat information is... technology. Sommige van die jongens zitten met Hier heet het ICT. Wat zei je? Nee, in Nederland en Suriname heet het ICT. Ja, dat klopt. Uh-huh. Ja, en bij jullie is het IT? IT, Information Technology. Uh-huh. En Silicon Valley, is dat daar dat is in de buurt? Wel, Silicon Valley is een gedeelte, gedeelte van San Francisco. Het is nu namelijk zo dat heel wat van die companies nu zijn verhuisd naar de binnenstad, zodat dat ook een effect heeft op andere industrieën. Uh-huh. Maar het loopt wel. Oké. Nee, maar ik wil terug naar die Surinamers. Hoeveel zijn er? Met hoeveel zijn jullie? Hoeveel zijn er? So on top of my head. I would say, I might be wrong, but as ik misschien zo'n, maybe more than 200, I think. More than 200? Yeah, there's a few guys. It might be more or less. Great. En jullie hebben... En jullie hebben nog geen Suriname dag of Brasa Day? Nou, dat zei ik. We hebben een Suriname dag. Dat is op 7 augustus. We call it. We noemen het Brasa Day. Brasa. Oké. Okay. Van een hug. Een onthelzing. Uh-huh, van Suriname. Zo koken ze. Maar we hebben door dat die corona. Hebben we dat 2 jaar lang niet gehouden. Uh-huh. Maar dit jaar is er al. In dit jaar is er een Brasa Day in San Francisco. Ik heb geen e-mail gehad, maar ik heb wel een e-mail gehad over een diner. Diner? Maar daarmee, offline, kan ik je meer informatie geven, omdat mensen niet weten dat ik deze interview afgeef. Zo, ik zou met ze moeten praten, het is geen geheim. Dan kan ik een van die jongens contact brengen met een van die jongens die de leiding heeft. Ja, dat is een persoonlijke Ik maak dit interview met jou omdat ik zoveel mailtjes krijg uit San Francisco, uit Californië, van een Surinaamse groep, die iets willen doen, die willen samenkomen, die willen... die luisteren naar mijn programma, vind ik al eer hoor, en ook naar Surinaamse media, en die horen alles wat er in Suriname komt, en die willen iets doen. Ik ben uitgenodigd, maar ik denk, ik heb zoveel uitnodigingen. Nee, maar moet je gewoon komen. Ja? Je hebt al een contact met die jongens, en grappige is, ik denk dat een van die jongens in Holland geboren is of heel lang gewoond heeft. Want je hebt ook die verschijnsel, hè? Dat verschijnsel heb je ook. Je hebt de verschijnsel van Surinamers die in Nederland gewoond hebben, geboren zijn en hier naartoe komen. Oké. Dat heb je ook. En Surinamers die in Suriname geboren zijn en naar hier te komen. So je hebt eigenlijk zo'n beetje 3 categorieën. Hè? So de derde categorie zijn van mijn kinderen. Dus de kinderen die zijn van daar geboren. De,
De native. Ja, ja, oké. Die boeren daar. Oké, dus je hebt Surinamers die in Nederland, uit Nederland naar Amerika zijn geëmigreerd. Ja, toch? Ja. En dan heb je ook nog Surinamers die uit Suriname naar Californië zijn geëmigreerd. Ja, toch? Oké. Okay. En dan heb je een derde categorie. Ja. Dat zijn jouw kinderen die daar geboren zijn. Ja. En 7 augustus zijn jullie van plan om samen te komen. En wat doen jullie dan op zo'n dag? We have like, we talk, socialize, we cook. The cooking is one of the most important parts, my friend. What are you guys cooking? Oh, pom, alle Surinaamse gerechten. Roti, you name it. Oké. Okay. Maar die mensen zitten hier. Ja, ja. Je hebt hun distance, mensen die hier zitten, die maken roti, Surinaamse vrouwen, toch? Ze koken, okay. Je weet je. Ja. Dus we maken bojo. Surinaamse producten zijn ook te krijgen? Het enige dat we niet kunnen krijgen, en dat is een van de dingen, wanneer je denkt aan die agrarische sector, jammer, is dat we hier niet de Surinaamse pomtaier kunnen krijgen. Mm-hmm. En wat ik zo een beetje gek vind, mm-hmm. is dat ik zat in Florida voor een tijdje. En als ik daar zit en ik naar een markt toe stap, zie ik wel landbouwproducten die op pomtaier lijken. Uh-huh. Maar die komen toch uit eilanden, uit Azië en zo. Ja. Waarom zou Surinamers niet hetzelfde kunnen doen dat Indonesië doet, dat Bangladesh does? You know, so they have to do their homework. Mm. En hoe maken we... You know, dus jullie hebben geen pomtaier, maar je lust wel pom, dus maak je pom met aardappel. Omdat ze andere tijers gebruiken die uit dezelfde familie van pomtaier komen. Well, oké. Okay. Ja, op die manier. Ja, jullie zijn creatief, hè, Amerikanen. Oh, we zijn geen Amerikanen, het is een Surinaams steentje. Nah, but you're American, you're not a Surinamese. Surinamers zijn... You're from Suriname descendants, you're from Suriname descendants, but you're American, right? Yes, I am. Okay, that's so, what I mean. Nee, het grappige is dat... Nee, ik moet je even een verhaal vertellen. Uh-huh. That don't take Surinamese people for granted. Ik had toen ik bij Donald Bressy zat, mm-hmm. die ratings company, hadden ze Juneteenth. Ik moet dat verhaal vertellen. Ze hadden Juneteenth en een van mijn coworkers die ik niet kende, was aan de leiding van die organisatie van Juneteenth. En hij vroeg me, hij zei met een beetje van een negatieve lading, zei hij van, waar ben jij geboren? Maar wat hij niet op had gerekend, ze hadden toen foto's en posters van African-American inventors. Mm-hmm. En in die groep, voordat ik tot hem sprak, had ik al gelezen dat de Surinamer Jan Metzeliger in zat. Maar die hadden ze omgetoverd, noem ik dat, in een African-American. Mm-hmm. De Surinamer Metzeliger, dat is die man die... schoenen exactly. Maar toen hij dat zei, uh-huh. heb ik hem geen antwoord. Ik zei ik niet van, wel, ik kom uit Suriname. Toen liep ik naar die foto toe. Toen zei ik, zie je het land waar deze meneer geboren is? Uh-huh. Dutch Guyana. Uh-huh. That's where I'm from. Oké, Dutch Guyana. Ja. Ja. Je zal het wel hard daar moeten hebben, want in Amerika kent niemand Suriname. Exactly, right? De meeste mensen kennen Suriname niet, maar mag geen fout. Mm-hmm. Wat ze Suriname moeten kennen, depending on what they're doing, they know. Ze kennen Suriname. Oké. Okay. Nee, omdat ik was in New York. Mensen vroegen mij, where are you from? Is it Suriname? Is dat Sudan? South Africa? Africa? Oh, no. Over het algemeen kent men Suriname niet. Ja. Yeah. Oh, no, of course not. Ik moet altijd Brazil bijhalen. Ja, Brazil. Hun geografie is erg slecht. De gemiddelde Amerikaan. Dus ligt er eigenlijk aan die Amerikanen dat ze gewoon dom zijn. Ik wil niet zeggen dat ze dom zijn. Ja, ik doe... Want als ze dom waren... Ik praat als Julian Witt. Weet je, als iemand iets niet begrijpt, ben je dom. Ja,
dom neem je niet zo lichtjes. Er is een verschil tussen sommige mensen die goed geschoold zijn, zijn ook dom. You know I'm kidding. No, I know you are. Okay. Ik zou net zeggen, is iets dat ik je altijd zeg tijdens onderhoud dat we hebben in het verleden. Ik zeg, er is een verschil tussen intelligence level en educational level. All right. Okay, er is een verschil tussen intelligence level en education level. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. That is true. Yeah, ik probeer het nu te plaatsen en... Yeah, right, but ik moet over nadenken om het te kunnen verwoorden. But I got you. En 7 augustus komen tsunamis in Californië bijeen. Ja, dat is de bedoeling, toch? 7 augustus is de datum, maar ik heb nu een e-mail gehad waarin men zegt dat we een diner hebben. Mm. Dus waarschijnlijk gaan ze met de diner beginnen. Okay. En dit jaar geen brasa hebben. Ik weet nog niet. Ik moet nog gaan reageren op die e-mail. Oké, ik heb hier een e-mail uit ook zo een organisatie die mij uitnodigt met mijn hele redactie om aanwezig te zijn in om een Surinaamse iets, ik weet niet, een stichting of wat dan ook, bij de proclamatie aanwezig te zijn in Californië. En waar is dat? Dus in your city, San Francisco. Weet je wat, jij hebt waarschijnlijk dezelfde e-mail. Ja. Yeah. And they invite me. They book hotels, everything for me. All you have to do is just fly. Get the fly. You just have to come, dude. Then I'll see you then. I'll see you when you're here. Okay. It would be nice. But I need more information before I'm reached there. I want to know more. Yeah. That's why I call you now. Mm-hmm. Yeah, that's why I call you, because I need more information, more before I reach, before I touch down the place. No, man, it comes to the north. They kept the information. And that's what I said. The person that's running the whole thing, that's a personal friend. I can just call him. Okay. There's 200 Surinamers saying in California. Hebben jullie een stichting al? Een naam of iets? Hebben jullie al iets? Of zijn jullie mee bezig? No. The name is Brasa Family. Brasa Family. En heel veel van die mensen, Surinamers, werken in Silicon Valley. Weet je dat? Dat ze heel hoog zitten in de Google van deze wereld. Ik wil niet zeggen heel veel. Okay. Persoonlijk ken ik 3. Er zijn waarschijnlijk veel meer. Ik ken niet iedere Surinamer in Californië. Want het andere is ook dat ik eigenlijk komt... Ik zit hier al 20 jaar, maar ik kom uit de East Coast. Ik kom uit de New York area. Oh, you're from the East Coast? New York? Not anymore, but 20 years ago I came to California from the East Coast. Why you make the transfer from East Coast to West Coast? Why? Mm-hmm. As mensen, dat was wat anders, hè? Mm-hmm. Wat anders dat speelde is dat als men denkt, dan gaan we even naar mijn verleden in Suriname. In Suriname kom ik uit een familie van schilders. That's what we known for. Mm-hmm. En toen ik op een gegeven moment wilde ik teruggaan naar schilderen. Want ik had toen niet geschilderd. En ik weet nog, toen ik kwam hier op bezoek. En een van mijn vrienden, de jongen die de leiding heeft van die organisatie. Het eerste wat hij me vroeg. Hij vroeg me van, hey, schilder je nog? Maar het is gek, ik lach erop, omdat Surinamers die mij hier kennen, wisten wel dat ik schilder. Maar Amerikanen die mij niet verleden niet zo goed kennen, waren van, sinds wanneer schilder je? Waar ben je zo plotseling zo goed mee? Nee, maar ik kom uit de jaren 70 in Suriname, ik ben bij Nola Hatterman geweest. De jongens, die oude jongens, zijn vrienden van mij. Mm. Rinaldo, al die jongens, Cliff, al die jongens zijn mensen die ik heel goed ken. Okay. Ja. Dus behalve het academische, als je dat zo wil zeggen, mm-hmm. ben ik ook een geboren schilder. Ik noem mezelf een geboren schilder. Dus ik kon er niet zonder meer van af. Ik voelde me gewoon niet goed. Mooi. Je schilder je nog? Ik schilder nog eens. Ik denk dat in de B-area, zoals we dat noemen, ik de enige Surinaamse schilder ben. Maar hou me dat ten goede. Als er een andere was, zou ik het wel te weten komen. Oké. En jullie staan bekend om schilderen op bussen in Suriname, familie? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn broer, hij is ook in het boek Schafijs en wilde bussen van die jongen, hoe heet die, Schuringa, de Nederlandse. Hij heeft me gebeld hier in Amerika. Hoe heet je broer?
Wie? Mijn broer is Dennis. Dennis? Ja. Riebeek? Ja. Ah, dat is die man die op alle bussen in Suriname schilderde, toch? Ja. Dat was een... Wat mensen niet weten, is een kobel, het is een samenwerking thuis geweest. Oké, dus jullie deden... Het schilderen, het plaatsen van installatie, muziekinstallatie, is een heel organisatie geweest thuis. Is het bedrijf er nog, die de bussen schilderen in Suriname? Ja, wel, het bedrijf is Riebeek. Er nog altijd, want het bedrijf het is fysiek, maar het is ook in je hoofd, toch? Oké. Je bent een schilder. Wie de jongste schildert nog. Maar Winston? When it's time to do it, you'll do it. All right. It's a pleasure to have you right here on the radio station. One of the biggest radio stations in the world. You know that. You should know that. Yeah, I do. I do. You're saying flink bezig, hoor. Je volgt ons ook vanuit waar jij zit, San Francisco. Volg je ook Nederlandse media? Ik volg jullie en ik volg de andere stations. Een van de stations in Suriname volg ik. Omdat ik vrienden heb zitten daar. So the people that I talk about, they know who they are. Mm-hmm. En als je Suriname politiek volgt, wat hoor jij? Wat voor gevoel heb jij? Wat denk jij? Als je hoort wat er allemaal is. Ik denk dat Suriname heel veel talent heeft. Mm-hmm. Ontzettend veel talent. En ik zeg dat omdat ik dat merk wanneer ik in het buitenland zit. Als ik zo'n beetje internationaal kijk. If I'm looking from the outside in. Suriname is erg getalenteerd. Maar ik denk dat Suriname, dat is mijn opinion, een mind shift nodig heeft. Oké. Dat zal komen in een aantal generaties. De mind shift. Mind shift. Toch? A new mindset. Is that what you mean? Yeah, a shift of our mindset. All right. We got you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you, Frans. Mm-hmm. It was good to talk to you, bro. It's nice. Yeah. Suriname die jaren in de US woont, econoom daar in de US. En om die even te spreken, want binnenkort hebben ze ook in LA, Los Angeles, California, hebben ze Brasa Day 7 augustus. Nee, het is in San Francisco. That's niet in LA. Oké, in San Francisco, 7 augustus. Brasa Day. Krijgen jullie ook al Kwaku Festival? Ik moet daar komen om Kwaku Festival op te zetten, hoor ik. Maar ik kwam binnenkort, dus ik ben uitgenodigd. Dus ik zal er zijn. Yes? Thank you voor die stand. Bless up. Erik! Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.